We zijn bij Elisabethdaal in Boxtel. De Zonnebloem presenteert hier vandaag de nieuwe duofiets. Omroep Dommelmand Nieuwsflits. De eerste duofiets voor de Zonnebloem afdeling Boxtel, dat is wel een feestje waard, lijkt me. Zeker, en die is al geïntroduceerd in het voorjaar hier in Boxtel bij de Zonnebloem. En doen we in samenwerking met KBO hier in Boxtel. En die fiets die staat geparkeerd bij het Lange Lindenhuis. Dus ook daar kunnen medewerkers gebruik maken. Samen met de gasten van de Zonnebloem en familieleden. Mensen hebben eigenlijk steeds meer behoefte om ook naar buiten te gaan. Een beetje actief te zijn. En met name mensen met een beperking vinden het heerlijk om de wind weer door de haren te hebben. En het is ook gewoon heel erg gezellig om met z'n tweeën op zo'n fiets te zitten. Met zo'n fiets, dan kun je naast elkaar zitten. De ander die kan de lead nemen als je wil. Je kunt ook kijken bij die fiets of de gast meetrapt of niet. Of dat je alleen de voeten bijvoorbeeld stilhoudt. Je kunt er makkelijk instappen. Je kunt aan de zijkant de stoel zetten en naar voren draaien. Zodat je dan makkelijk in en uit kunt stappen. En je zit naast elkaar. Je hebt de contact, je hebt de controle ook samen. En dat zijn eigenlijk wel voordelen. Ben, is dit de eerste keer op de duofiets? De eerste keer. Nou, de opstap ging heel soepel. Ja, voor zo'n jonge man. Maar lijkt het u wel iets om hiermee erop uit te gaan? Nou, als ik nog kan, hè. Ik ben nu 85, dus dan wordt het toch wel iets moeilijker, hè. Maar als ik kijk naar uw buurvrouw, dan lijkt me dit toch wel mogelijk. Ja, tuurlijk. Want wij fietsen samen en we hebben een motor ter ondersteuning. Hè? Een prachtige fiets. Ja. Prachtig. Lekker. Ja, en elektrisch aangedreven. Hè? Dus dat is wel fijn, met de wind en alles. Die is voor alle cliënten van de Zonnebloem. En van de KBO staat achterop. Achterop hebben we een plaat van de KBO. Zijn er nog bijzondere dingen die we moeten weten? Ik kom even naar deze kant. Voor de mensen die hem willen huren, is het moeilijk? Nee, het is niet moeilijk. Hij heeft gewoon een elektrische aandrijving, dus je zet hem aan. Kun je ook zien meteen hoe vol de accu is. Oh ja. En dan heeft hij verschillende standen en ook nog een extra motor als je weg wilt rijden. Om te starten, zeg maar, dat hij even wat sneller... Dat je door het dode punt heen gaat. Oh ja. En daarnaast heeft hij diverse mogelijkheden voor de bijrijder. Daar zitten drie standen, zodat je kunt bepalen of dat iemand dus met de plaat dus helemaal niks hoeft te doen. Of dat hij een beetje meetrapt, of dat je zegt nee, hij moet echt volledig mee fietsen. Dat kun je dus allemaal regelen. Wat geweldig. Ja. En is het in de bochten gevaarlijk? Nee, je moet er even aan wennen, omdat je zelf de neiging hebt met je fiets mee te gaan hangen. En ik zeg altijd, je moet hem eigenlijk een beetje rijden als een klein autootje, maar dan op het fietspad. Nu is het zo dat zo'n apparaat, noem ik het even, ontzettend kostbaar is om aan te schaffen. Hoe is dat geregeld? Ja, we hebben eigenlijk een heel mooi samenwerkingsproject met KBO gedaan. Er is 5000 euro van de Nationale Zonnebloem ingegaan, overige gelden van de KBO. En dan ook nog wat van de Stichting Vincentius en de Chef van de Laar Stichting. Nou, dat is een prachtige samenwerking dus. Hoe gaat dat straks in zijn werk? Want is het dan zo dat alle leden van de Zonnebloem mogen hem huren? Hoe gaat dat? Je kunt bij het Lange Lindenhuis gewoon een QR-code scannen. Kost 5 euro. Je kunt samen met je familielid of met iemand van de Zonnebloem zelf, met een vrijwilliger, kun je die fiets huren en dan samen genieten. En nou las ik op jullie folder dat jullie nog vrijwilligers zoeken. Altijd. We zoeken altijd vrijwilligers. Sowieso voor de Zonnebloem en ook speciaal voor het rijden met de Dubofiets.